Buitenspel 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt door De Jong en Van Diermen, jouw assurantiekantoor. Eerste helft van de competitie afgesloten met twee winterkampioenen. Mag wel zeggen, dat is toch voor ons dorp heel bijzonder. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Buitenspel. Met drie gasten waarin we de verrichtingen bespreken van de drie plaatselijke voetbalclubs. IJsselmeervoetbal, Spakenburg en Eemdijk. Bijzonder is vandaag dat we dat ook een beetje zullen doen over een derde klasser hier nabij, Hoevelaken. Omdat we in de uitzending Rob van Diermen hebben als trainer. Over Eemdijk, helaas kunnen we niks zeggen. Want daar was iets heel tragisch. Kees van der Geest, een clubicoon, de wedstrijdsecretaris, jaren daar geweest. Is helaas overleden en daarom werd al het voetbal afgelast. Wat ik al zei, dat doen we met drie gasten. En Rob van Diermen, nou, je bent het eerst genoemd. En ik heb al gezegd dat je trainer bent van Hoevelaken, maar je bent nou wel meer geweest natuurlijk in je leven op voetbalgebied. Vertel. Ja, ik heb natuurlijk altijd bij Spakenburg gevoetbald als speler. Hele jeugd doorlopen. Daarna 5 jaar in het eerste mogen zitten als speler. Super mooie tijd gehad. Nog 1 jaartje naar NEC geweest in Nijkerk. Toen helaas moeten stoppen. Ik lees wel eens in kranten dat mensen denken dat het door mijn knie kwam. Maar ik ben nooit geblesseerd geweest. Dat had te maken met mijn migraine. Die ik steeds na het voetbal kreeg. En daarom heb ik toen eigenlijk op veel te jonge leeftijd, 3, 24, helaas moeten besluiten om te stoppen. Ja. En toen ben ik het trainingsvak ingegaan. Dan heb ik 9 jaar de jeugdhelft allebei Spakenburg getraind. De D1 en 3 jaar de B1 en 5 jaar de A1. En toen wilde ik de stap naar de senioren maken. Toen ben ik 2 jaar assistent trainer geweest bij Zuidvols, eerste klas. En toen ben ik door Spakenburg benaderd, ben ik 1,5 jaar assistent geweest bij Spakenburg 1. En toen ben ik op eigen benen gaan staan, eerst bij DOS C, 1,5 jaar. Dat was afgelopen 1,5 jaar. Dat is Den Dolder? Dat is Den Dolder. Die trainer vloog daar eruit, stonden met 6 punten onderaan. En daar hebben we het nog weten te redden in 1,5 jaar tijd. Daar heb je heel veel credits gekregen, heel veel lof ook toegekregen. Ja, dat was ongelooflijk. Als je met 6 punten ergens binnenkomt na 13 wedstrijden en je bent eigenlijk al afgeschreven door iedereen. En een beetje het lachetje van de afdeling. En je weet het met elkaar nog zo om te draaien dat je ondanks de versterkte degradatie er toch in weet te blijven, ja, dat was een sprookje. Zouden je graag gehouden, heb ik begrepen? Ja, ze hadden me graag gehouden. Alleen, ik was al met Hoevelaken in gesprek toen DOS C bij mij kwam. Dus heb ik ook gezegd van, ik zit bij de laatste 3. En als ik het daar word, dan teken ik daar. Ja. Bevalt het goed? Ja, bevalt zeker goed. Ja. Er stond een heel leuk artikel vorige week in de krant. Je aanwezigheid daar. Heel opvallend was dat het vooral een heel gezellige club was. Ja, het is een heel warme club, heel dorps. Ja, volgens mij van de 23 komen er 21 jongens uit Hoevelaken zelf. Ja. Kijk, uiteindelijk, natuurlijk, ik heb op tweede divisieniveau mogen werken als assistent. Ik ben nu hoofdtrainer op derde klasniveau. Ja. Maar het principe om het met een groep zo goed mogelijk te doen en te presteren in de competitie en aan je speelwijze te werken, dat blijft eigenlijk overal hetzelfde. Ja. Zetten jullie nog bepaalde doelen neer? Want je staat 6 punten achter op Renswoude. Ja, vooraf was het lastig, want alleen de Schuurse Boys was de enige club waar ze vorig jaar ook bij zaten. Voor de rest kwamen er 11 nieuwe clubs bij, dus we kenden er geen één. Dus dan is het heel moeilijk om een inschatting te maken. Dus toen heb ik ook gezegd van laten we eerst iedereen 1 keer gehad hebben. Nou, we zitten nu zo'n beetje op de helft, we staan 3rd. Dus de laatste 5 weken 4 keer gewonnen. Dus als we dit vol kunnen houden, dan moeten we zeker tot het eind ergens om mee kunnen strijden. Kampioen of promotiewedstrijden natuurlijk. Ja, of ja, kampioenschap of promotiewedstrijden. Maar degradatie zou niet meer aan bod zijn. Ga ik niet vanuit. Nee. Ga ik niet vanuit. Hebben jullie ook nog trainersambities? Jury en Ahmed? Nee, ik ook niet. Nee? Zie je dat niet zitten? Ja, niet als hoofdtrainer en zo. Dat zie ik tot nu toe nog niet echt. Heb je nou nooit over? Ik zou het wel leuk vinden om als soort van op het veld als een spitse trainer of iets. Dat vind ik wel leuk. Dat soort dingen vind ik wel leuk om te doen, maar ik hoef geen. Je kunt wel het vuurtje aansteken, heb ik begrepen. Nou ja, dat is afhankelijk waar je het precies over hebt dan. Maar nou, in het veld ga je altijd voorop.
ja, in de strijd. Nee, oké, okay, ja. Ja, dat is ook wel zo. Soms lijkt het wel alsof je soms ietsje over de schreef lijkt te gaan. Nou, voor mijn gevoel heb ik dat niet, ervaar ik dat in ieder geval niet zo. Vanaf de tribune is het natuurlijk altijd weer anders. Dus misschien dat dat zo is. Maar ja, je probeert altijd gewoon wel normaal te blijven doen in het veld. Ja, en ja, niet te ver te gaan natuurlijk. Maar ja, soms zijn sommige dingen gewoon nodig. En soms moet je even wakker worden met z'n allen. Of moet iemand even wakker gemaakt worden. Ja, dan doen we dat gewoon. Ja. Maar goed, je laat het ook aan je spelers wel merken. Want er waren zeker 2 of 3 gevallen waarbij je aangaf dat die bal te laat gespeeld werd. Omdat je dan uiteindelijk buitenspel staat in die afgelopen wedstrijd tegen de Treffers. Misschien weet je dat zelf niet. Ja, ik weet één moment, weet ik nog wel toevallig, dat ik hem eerder wou hebben. Ja. Maar dat was al 2 keer al het geval. Ja, ja. En bij de 3de keer heb ik dat natuurlijk gewoon gezegd. Ja. En, ja, je moet wel duidelijk maken wat je wilt soms in het veld. Want soms denkt iemand misschien dat je hem nog niet wilt hebben. Of die denkt dat je misschien een loopactie maakt voor iemand anders. Ja, ik denk als je gewoon achteraf gewoon even aangeeft waarom je wegloopt. En dat hij hem gewoon iets eerder kan geven. Ja. En hoe die moet geven. Ja. Ja, dat maakt het ook voor hem makkelijker. Dus wat dat betreft doe ik dat wanneer dat nodig is. Nou, een van de vragen van de volgers is, hoe gaat het nu met je? Dus die vraag als introductie voor Ahmed El Azouti, die hier onze gast is aan tafel. Hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Dus heel erg tevreden over de resultaten. Ja. Los van voetbal, privé gaat het ook gewoon goed. Ja. Iedereen is gezond, dus dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Maar als we het even over voetbal gaan hebben, ja, dan gaat het eigenlijk best wel goed. Ik ben natuurlijk nieuw bij de club sinds dit jaar. Ja. En ik kom eigenlijk van ook een hele mooie club eigenlijk. Ja, Katwijk. Ja, 2 keer kampioen geworden daar. En dan, dan verklaart bijna iedereen je voor gek dat je natuurlijk weggaat. Ja, daar zijn mensen natuurlijk ook nieuwsgierig naar. Waarom ga je bij Katwijk vandaan terwijl je kampioen geworden bent en ga je naar een club als Spakenburg? Ja, daar zit hem dus eigenlijk in. 2 jaar bij Katwijk. Kijk, het tweede seizoen dat we kampioen zijn geworden, dat had ik zeg maar... Ja, niet zomaar even verwachten, omdat we natuurlijk best wel veel punten achter stonden. Maar ik ging er wel van uit dat we eigenlijk wel tot het einde eventueel mee zouden kunnen gaan doen. Okay. Met het kampioenschap. En dat werd natuurlijk rondom de winterstop werd dat natuurlijk wat moeilijker. Omdat we toen al best wel wat punten achter stonden. Maar daarvoor had ik wel verwacht dat we mee zouden doen. Ja, weet je, je gaat voor jezelf ook nadenken. En je denkt van, als je 2 jaar bij een club zit en je bent daar 2 keer kampioen geworden. Ja. Dan is wat moet je daar nog meer dan doen? Ja. Maar je hebt een contract voor 2 jaar afgesloten, heb ik dat goed? Nu bij Spakenburg? Ja, ja voor 2 jaar. Voor 2 jaar. Ja. Dus de ambitie is binnen 2 jaar kampioen worden? Dan, ja, dus... die ambitie. Kijk, je wil altijd kampioen worden. Ja, dat snap ik. Je probeert altijd, tenminste ik probeer altijd naar een club te gaan en met een team te spelen die ambities heeft en die ook de spelers daarvoor heeft en of ik daar ook zelf bij pas. Ja. Dus dan maak je die keuze en soms, ja, je wil natuurlijk altijd gelijk meedoen. Maar ja, binnen 2 jaar en wil je dat wel bereiken, ja. Misschien binnen 3 of 4 jaar misschien, kan ook, hè. Ja, maar als je nu kijkt naar de resultaten van het afgelopen 1/2 jaar, je bent winterkampioen, al 2 weken geleden al. Had je dat verwacht? Ja, winterkampioen, voor mij bestaat dat al. Nee, maar goed, dat is een term tegenwoordig. Ja, dat is een term die wordt gebruikt, maar... Ja, je wint daar eigenlijk helemaal niks mee, maar het is wel natuurlijk heel mooi als je bovenaan staat met 43 punten. Had je dat verwacht? Nou, dat je nu al... Dat wij na 17 wedstrijden 43 punten zouden hebben, dat had ik niet zomaar verwacht, nee. Ja. Ik had wel vertrouwen erin. Ja. Ik ken ook al een paar spelers, speel ik al jaren tegen. Ik heb met Mukhtar natuurlijk ook al 2 jaar gespeeld. Dus verwacht is natuurlijk heel wat anders, maar ik had wel eigenlijk vertrouwen erin dat we wel echt mee zouden doen. Ja, gewoon in ieder geval wel goede resultaten zouden gaan halen. En dan, ik heb ook gezegd dat we vanaf de winterstop dat je eigenlijk de balans kan opmaken van nou, hoe hebben wij het nou eens gedaan en wat kan er beter, wat gaat er allemaal goed. Zo kun je gaan kijken waar je naartoe wilt werken en ja, weet je, je staat bovenaan en volgens mij, ik weet het niet precies, hebben we 14 wedstrijden niet verloren. 1 keer gelijk, dacht ik, of zo. En voor de rest alles gewonnen, ja. 1 keer gelijk tegen Quick Boys. Ja, voor de rest hebben we volgens mij... 2 wedstrijden verloren in het begin. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar ja, dan is het gewoon
een fantastische eerste seizoen zelf natuurlijk. Ja, Jury, de derde gast hier aan tafel. Ja. Hartelijk welkom, Koelewijn, een echte Spakenburger natuurlijk. Ja. Had jij dat ook verwacht? Je hebt wel aan de zijlijn natuurlijk geacteerd, min of meer. Ja, verwacht is een groot woord. Hè. Je staat nu, wat Achie zegt, je staat 8 punten voor in de winter. Ja, dat verwacht je denk ik niet. Wat het wel zo was, je zag vorig jaar wel dat we wel kwaliteit hadden. Er zijn volgens mij 6 of 7 aardig bepalende spelers bijgekomen. Ja. Dus ja, je zou wel mee gaan doen. Ik had wel verwacht dat we mee gingen doen, maar niet dat je 8 punten voor staat in de winter. Dat is wel heel erg. Hoe beleef je nu dit gebeuren zonder dat je daadwerkelijk aanwezig bent in het veld? Dat zou wel heel erg moeilijk voor je zijn, denk ik. Ja, die vraag krijg ik vaker. Ik liep zaterdag was dat. Dat was een mooi feest bij Spakenburg natuurlijk. En dan kreeg ik die vraag vaker. Dus ik heb er al even op kunnen oefenen. Maar het is heel lastig. Kijk, het heeft twee kanten. De ene kant denk je, ik heb er niks mee te maken, snap je? Het zijn die gasten die het doen. Ja. En aan de andere kant ben ik wel een jongen van de club. Dus veel spelers zullen zeggen, ik hoop eigenlijk dat ze het niet zo goed zullen doen als ik niet meedoe. Ja. En dat is bij mij. Ik had het vroeger ook, daar ben ik heel eerlijk in. Vroeger had ik dat ook. En nu ben ik wat ouder geworden en heb ik dat eigenlijk bijna niet. Ik had het er ook over met Westdorp. Die kon het eigenlijk niet geloven. Ik zei, het is toch echt zo, weet je. Ik voetbal nu 8 jaar in het eerste, volgens mij 7. En laten we al die andere jaren in de jeugd laten we even weg. Dus bij mij is het gewoon, ik gun het gewoon alle mensen die er lopen. Dus ook de gasten die spelers zijn, trainers zijn, supporters zijn. Ja, alles die blauw een beetje een warm hart toedraagt, gun ik het. Dus het heeft twee kanten natuurlijk. Alleen de ene kant over is meer. Dus dat is gewoon heel erg mooi. Nee, snap ik. Hoe gaan we nu verder mee? Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Het gaat de goede kant op. Ik zie eindelijk een beetje licht aan het eind van de tunnel. Ja. Dus ik heb zaterdag voor het eerst 30 minuten gemaakt bij onder 23. Hoe ging dat? Ja, wennen. Automatismen zijn een beetje weg. Maar dat lijkt me logisch na 10 maanden. Het is natuurlijk, ik train wel, het is er 2-3 maanden weer mee. En ook gewoon op 100% nu. Maar trainingen zijn wel heel anders dan wedstrijden natuurlijk. Ja, dus het is wennen, die automatismes moeten erin komen. Maar die krijg je er alleen maar in als je wedstrijdminuten gaat maken. Ja. En ik hoop dat snel kan gaan gebeuren. Ja. Je gaat natuurlijk naar op trainingskamp. Ja. Dan is het natuurlijk ook de bedoeling dat je waarschijnlijk gaat acteren. Ja, daar gaan we wel vanuit. Kijk, je hebt nu een winterstop. Ja. Maar in de winterstop ga ik gewoon doortrainen met Niek van Lochtenstein, onze fysio. Ja. En dan gaan we naar 4 tot 8 januari gaan we op trainingskamp. En dan spelen we volgens mij tegen Kampong. En dan hoop ik weer wat minuten te maken. Ja. En dan zo enzovoort. Dus gewoon en steeds meer. En dan de stap hopelijk weer aanschuiven. Ja, dat zou en mooi. En kijken of je voor een plekje in aanmerking komt. Want jullie selectie is natuurlijk wel heel sterk, hè? Ja. Dus heel veel concurrentie. Ja. En wat algemeen bekend is, ook op de tribune, jullie verzwakken niet als het er gewisseld wordt. Dus waar moet dat heen gaan? Als je de tweede helft van de competitie ingaat. Je zou zeggen dat het alleen maar beter wordt. Dan moet je toch kampioen kunnen worden? Ja, je moet fit blijven met z'n allen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Dat is, dat is in het verleden heel vaak best wel moeilijk gebleken. Ja, bij veel klopt. Clubs natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat heel belangrijk is. En hij komt natuurlijk terug, Jury. Ja. Dat is natuurlijk ook... ook belangrijk, maar hij traint ook al een tijdje mee eigenlijk. En hij zegt net zelf van, ik heb het nog niks gedaan en de jongens doen het. Maar dat is ook niet helemaal waar eigenlijk, want hij traint al een paar maanden in principe met de groep al mee. Ja. Zeker 2 maanden al toch, of niet? Klopt. Maar dus in de groep weten mensen ook van, Jury komt er ook weer aan, zeg maar. Dus iedereen is ook daardoor weer, de mensen op zijn positie ook weer wat scherper. Dus ook al is hij nog niet inzetbaar. Nee. Ze weten wel dat hij er ook weer aankomt. Dus dat je natuurlijk... niet kunt verzaken. Ja, dus hij zegt net zelf van, ik heb niks gedaan nog of ik heb geen invloed. Misschien is dat niet zo dat hij dat denkt, maar het is eigenlijk wel zo. Want je moet gewoon scherp zijn. Ja. En dus op trainingen en wedstrijden. En concurrentie is alleen maar goed. Nou, heb jij dat ook in je eigen team? Veel concurrentie? Heb je een brede bank? Nou, bij ons is de concurrentie natuurlijk niet zo breed als bij Spakenburg. Nee. Waarin er natuurlijk heel gericht gehaald kan worden. Wij zijn afhankelijk van eigen lichtingen en van eigen jongens. Maar wat wel weer hetzelfde is, kijk, Spakenburg gaat nu natuurlijk met een fantastisch gevoel de winststop in. Maar het is natuurlijk niet een vanzelfsprekendheid dat ze in diezelfde flow of vibe, hoe je het noemen willen... Ja. Zo ook weer uit de winterstop komen. En dat is bij mijn team precies hetzelfde. Kijk, we draaien nu lekker als je 4 van de laatste 5 weken wint. Maar straks, iedereen gaat er nu even uit. Het is wel eens vaker voorgekomen dat teams
niet zomaar weer uit de winterstop kwamen als hoe ze erin gingen. En dat, ja, dat is afwachten. Dat is je valkuil. Wat ik heel sterk vind van jullie trainer, Chris de Graaf, Steen, wordt hij genoemd natuurlijk heel veel. Steen? Waarom dat niet? Heb ik nog niet gehoord. Nou, Juri kan dat wel uitleggen, denk ik. Waarom Steen? Nee, ik weet alleen dat zijn vader zo wordt genoemd. Ja, zijn vader wordt zo genoemd. Ja. Ja. Maar ik weet niet waarom. Ik weet ook niet waarom. Ik kan wel. Je waarschijnlijk. Ja, weet jij dat? Ja. Hij woonde in de Jan Steenstraat. Oh, ja, en er natuurlijk waren twee Jan de Graven. Ja, en toen is hij Jan Steen geworden. Ja. Nou, Chris is een zoon van Jan, dus dan werd het Chris Steen. Ja. Okay. Dat is een schot te zwaken met al die namen. Ja. Dezelfde namen heb je allemaal een bijnaam. Ja. Ahmed, je aftrap, mag ik die? Ja, die mag je zeker. Mijn aftrap is uit onze eigen wedstrijd. Het momentje van Koen Westdorp. Op de middenlijn. Op de middenlijn? Ja, ik weet niet wat hij daar allemaal deed. 45e minuut. Ja, ik zei tegen hem, dat slaat helemaal nergens op, zeg maar het was natuurlijk heel erg mooi. Maar die poorten hem? Ja, poorten hem. En vervolgens maakt hij nou een of andere. Ja, we moeten hem even heel goed terugzien. Slalom. Om even rustig te analyseren en dan kunnen we hem rustig. En toch heeft hij een prachtige paas op links. Ja. Waar ook vervolgens nog een redelijke mogelijkheid uitkwam. Volgens mij kwam hij net te laat. Je werd aangespeeld in de 16. We kregen de bal met twee mannen in je rug, de bal niet helemaal goed onder controle, dan konden ze een wegwerkje. Maar dan stonden jullie inmiddels al 1-0. Maar mij zou het ook bij 0-0 doen hoor, of bij 1-0 achter, dan zou hij het ook doen. Of 2-0 achter, of dat maakt hem echt niet uit hoor. Dat doet hij gewoon. Maar het was duidelijk, ook in het verslag van Spakenburg, dat hij, dat werd hij ook genoemd. En op de tribunes werd hij ook, in mijn beleving, ook gezien als de man of the match. En dat hij gewoon een fantastische goede wedstrijd speelde. Ik hoorde dat hij bij jou in de auto zit, op training, om naar training te gaan. Ja, klopt dat? Ja, klopt, ja. En er werd letterlijk gezegd dat het door jou kwam dat hij zo scherp werd gehouden. Ja, ik probeer gewoon iedereen te helpen, maar we praten wel eens natuurlijk over voetbal en over zijn situatie in het begin natuurlijk. Hij, hij speelde de eerste, weet ik hoeveel wedstrijden speelde hij niet natuurlijk. Ja, dat klopt. En, ik heb gewoon geprobeerd om het positieve voor hem aan te kaarten en te zeggen wat hij zelf kon doen, waar hij wel invloed op had. En hij heeft natuurlijk zelf kunnen bepalen wat hij daarmee ging doen. Alleen dat hij verschrikkelijk goed kan voetballen is... Dat is duidelijk. Dat is echt heel erg duidelijk. En, tegen Helmond is het eigenlijk begonnen, hè? Nou ja, wij trainen natuurlijk 3 keer per week met hem en ik vind hem eigenlijk vanaf het begin van het seizoen vind ik hem echt heel goed. Ja. Alleen tegen Helmond ging hij echt, ik denk als een raket ging hij toen. Ja. En natuurlijk hebben we allemaal wel eens een wedstrijd dat we er even niet lekker zitten of even een fase in een wedstrijd. Maar het gaat erom, wat doe je dan na zo'n fase of na een slechte wedstrijd een keer. En hij gaat heel goed met teleurstellingen om. En daar heb ik hem daarmee geholpen. Ja, dat heb ik wel geprobeerd, maar hij moet het ook zelf oppikken. En hij weet ook dat hij gewoon heel goed kan voetballen en dat we dat ook echt nodig hebben binnen het elftal. En hij doet het echt heel goed. Ja. Want één moment, dat was natuurlijk de aanleiding tot de 1-0. En die kunnen we natuurlijk wel even bekijken. Ja. Dus een hele mooie aanval gaat eraan vooraf. Verhagen in de AD. Schrijft erover, dat is voor de verdediging eigenlijk nauwelijks te verdedigen. Hoe jullie vanaf het middenveld naar binnen komen, dat is hier op deze beelden niet helemaal goed te zien. Er is een beeld van de andere kant van de tribune door jullie analysesysteem. En dan kun je dat echt heel goed zien, hoe die aanval opgezet wordt. En waarin Verhagen hier in de AD ook zegt, nou, jullie snijden doorheen als koek en dat is gewoon niet te verdedigen. Ja, volgens mij begon die goal vanaf Green. Ja, dat begon die vanaf eigen helft. Ja, vanaf jullie eigen helft, ja. Ja, daarop. Ja, het ging heel snel volgens mij. Ja. Was tic-tac en. Koen maakte een hele mooie stift natuurlijk. Ja, ik kwam helaas voor hem op de paal, maar voor jou was het heel gunstig. Ja, ik stond daar wel weer te wachten. Ik had ook wel het gevoel dat kon gebeuren. Ja. Want heel vaak zie je of zo'n bal naast gaan of hij gaat er natuurlijk in. Ja. Maar je ziet hem ook wel eens tegen de paal aangaan. En als je dan niet reageert, dan heeft die verdediger hem natuurlijk. En dan, dus ik had eigenlijk, ik zat gewoon eigenlijk te wachten, als hij op de paal gaat, is die voor mij, zeg maar. Maar je ziet dat Flo uitstapt.
Hij krijgt ja, dus ja. De centrale gaat mee. Ja. En je ziet dan dat, ja, dat Achie en Koen eigenlijk in het gat lopen. Ja, ja. En dan uiteindelijk krijgt Koen hem en Achie die kiest gewoon voor de positie voor die afvallende bal. Dus ja, dit is niet te verdedigen. Alleen maar lopende mensen. Bijna niet. Nee, maar dat zei Verhagen, als je dat hier in dat artikel leest, die zei dat perfect. Dat is gewoon niet te verdedigen. Nee. Jullie snijden er gewoon echt doorheen. Ja. En dat was niet één keer, maar dat was dus vaker dat jullie dat deden. Maar dat doelpunt, kreeg ik te horen in de samenvatting van Eikels, zorgde ervoor dat je de topscorer aller tijden bent geworden van de tweede divisie, zolang die bestaat. Ik vroeg net voor de uitzending aan je, hoeveel doelpunten heb je nou gemaakt? In de tweede divisie is dat nu 120. En, maar ja, weet je, het seizoen loopt, de jaren lopen ook nog, dus... Volgens mij lopen er nog een paar die ook makkelijk goals kunnen maken. Ignacio zou... Die heeft er... Die zou er onder 19 moeten nemen of zo, want ze zeiden dat je er nu één meer hebt. Volgens mij was het een paar weken geleden dat ik er één meer had gemaakt. Oké. Okay. En nu zijn er een paar bijgekomen, maar hij staat heel kort achter natuurlijk. En hij maakt ze ook heel makkelijk. Ja. En volgens mij hebben we nog Rob van der Leij, die maakt ze ook makkelijk. Ja, en Danny van der Meijerakker zit er ook nog bij. Die zit er ook nog bij. Ja, die gaat wel stoppen na dit seizoen, heeft hij gezegd natuurlijk. Maar misschien dat hij nog doorgaat. Maar ja, het zijn hele mooie cijfers voor ons allemaal. Vooral de spitsen natuurlijk. Alleen, je kan bijvoorbeeld als degene die onderin staat de volgende week 4 maakt, die staat dan weer boven. Ja, dus daar, ja. Er is geen aparte prijs voor, hè? Nee, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is alleen voor de eer, hè? Het is alleen voor de eer. Het is heel mooi, ik ben er ook blij mee. Ook misschien iets voor mezelf om door te blijven gaan en nog meer goals te blijven maken. Ja. Dus dat is wel leuk. Ja. Leeft dat bij jullie ook een topscorer positie? Ja, iedereen die spits is wil denk ik voor de topscorers positie gaan. Ja. Dus onze spits wil dat ook. Ja, dat verandert niet. Ja. Heb je een goede spits trouwens? Ik heb wel een goede spits. Ja. Maar scoren gaat hem nog lastig af. Ja, dat blijkt een heel groot probleem, want er heeft IJsselmeervals, om daar even een zijstraatje te maken, misschien weet je er iets van, toch ook best wel veel moeite mee. Afverkeer heeft toch zeker, ken je vast wel Afverkeer? Tegen voetbal. Heb je tegen tegen voetbal? Nou, hij heeft nu zeker, denk ik, 4 behoorlijke mogelijkheden en kansen verprutst. Hij maakte dan uiteindelijk de 4-1. Er zijn geen beelden van, want er is niet gefilmd toen. Mm-hmm. 4-1. Hoe heet die Robin Eindhoven, die kennen jullie natuurlijk goed. Ja, zeker. Hij is 2 weken geschorst geweest. Kneuman, ook moeite ermee. Speelt dat erg een rol bij jullie als je een paar weken niet speelt? Ga je dan verkrampen op de een of andere manier? Hoe zit dat? Dat hoort gewoon bij het spelletje uiteindelijk. En het is niet dat je op een knopje drukt van vandaag ga ik scoren. Of dat iemand anders op een knopje bij je drukt van ga vandaag scoren. Zo werkt het natuurlijk niet. Ja, je doet gewoon je best en soms kom je in scoringspositie en soms kom je dat gewoon totaal niet. Sommige spelers zijn heel creatief dat ze gewoon uiteindelijk er zelf voor zorgen met een actie of 2 man passeren dat ze een goal kunnen maken. Dus het is heel vaak afhankelijk natuurlijk van de situatie. Ja. Alleen je wil natuurlijk elke wedstrijd gewoon scoren. Alleen helaas is dat niet het geval. Ik denk dat we allemaal als spitsen zijnde echt wel een langere periode droog hebben gestaan. En ik denk als je gewoon dat al wel een paar keer hebt meegemaakt, dat je ook weer weet dat die periode ook weer voorbij gaat. Ja. En jezelf maar niet druk maakt. Ja. Het zijn meestal de mensen om je heen die zich er eigenlijk meer druk om maken dan jijzelf. Hoe ga je om... met de positie van het feit dat je nu aan de zijkant, aan de rechterkant speelt. Ja, prima. Want je komt, heb ik begrepen, best wel heel veel in de 16. Ja, dat is een van mijn kwaliteiten om echt in de 16 te komen. Daar ben ik het gevaarlijkst. Dat is ook al een drijfveer. Ja, dus dat is natuurlijk, daar zit mijn kracht, zeg maar, eigenlijk. Maar als we nu kijken naar de situatie... hoe de posities nu zijn ingevuld, valt de puzzel gewoon in elkaar en is het gewoon, gewoon goed zo. Dat jij vooral naar binnen staat. Ja. Op een gegeven moment komt dan Koen Wester aan de zijkant. Ja, die komt er overheen. Of Verhagen. En Verhagen natuurlijk komt er heel vaak overheen. En soms kom ik ook wel eens aan de zijkant, maar het is... die dynamiek die we daar aan die rechterkant hebben, die is zo goed dat het... het valt allemaal goed, dus weet je, dat is prima. Hoe komt het dat jullie 40% meer energie in de wedstrijd stoppen, wat Chris ook zei, van Verhagen, specifiek van Verhagen?
maar ook een Van Huffel. Jij loopt ook volgens mij tot het eind je zool onder je schoenen vandaan. Tenminste, zo beleef ik het. Je verdedigt mee. Ja. Waar haal je die energie vandaan? Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Intens trainen, toch? Intens trainen, gewoon nou, elke dag? Ik denk dat het meer te maken heeft met, met afspraken met elkaar maken. Wat je met elkaar wil bereiken. Begin van het seizoen. En wat kun je zelf aan? Meestal denkt iemand, als ik op 60% ga is genoeg. Nou, als je goede spelers om je heen hebt en je weet dat je plekje op het spel staat. Ja, dan ga je denk ik meer je best doen en meer lopen, meer erin, energie erin leggen. En je ziet natuurlijk ook met, als ik het vergelijk met vorig jaar, ik zat er vorig jaar ook. Als je dat vergelijkt met nu, je ziet hier ook onze sprintmeters waren gigantisch. Ja, dat wordt zo erg gemonitord, dat is echt niet normaal. Het is gewoon zo professioneel geworden. Ja. Met GPS, met benchmarks. Ja. Het is allemaal heel professioneel geworden. Heb jij dat ook, Rob? Ja, dat hebben we niet. Wel meegewerkt met Zwaarder, maar dat is de prijzen voor Oevelaar. Hebben jullie ook echt allemaal spelers die intensiteit willen opbrengen? Ja, dat hebben wij wel. Kijk, zeker op ons niveau kun je ook nog een heel groot verschil maken met fitheid. En ik hou die jongens ook voor van ik wil geen wedstrijden op basis van fitheid verliezen. Dus wij trainen dinsdag ook echt hard. Zeker voor ons doen. En dan is het donderdag wel een beetje het gas eraf richting zaterdag. Ja. Maar dat zien wij nu ook. We krijgen het ook de laatste weken terug. Trainers van tegenstanders zeggen het ook van jullie zijn nog in staat om het laatste half uur eroverheen te gaan. Ja. Ja, dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nee. Dus die jongens die voelen dat nu ook. Dat die fitheid die is natuurlijk, die komt ergens vandaan. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja. Want je moet wel kunnen lopen voordat je kunt voetballen natuurlijk. Want anders kun je een bal niet naar voren trappen. Want als je op een leeftijd bent zoals ik ben, dan kun je die ballen veel minder ver trappen dan als je jong bent. Of je moet het een blessure hebben en je boven bent. Dat is natuurlijk een beetje veel. Maar dat trappen gaat nu weer heel goed, Joen. Nee, ik had wat ik zeg 30 minuten gespeeld. En eigenlijk, misschien een beetje egoïstisch, maar zo'n beetje elke bal die ik vrij had liggen. Keek ik alleen maar naar een cross of een lange bal. Ik moest samen met Jan van Dieren meedoen. En Jan is ook 3 maanden geblesseerd geweest. Ja. Die heeft ook altijd wat. Maar ik was samen met hem, dus ik zei al tegen hem, hij stond op 10. Ik zeg, als ik hem vrij heb, loop erachter. Ja. En dan geef ik gewoon door. En dan geef ik gewoon door. Je hebt geen angst meer om... Nee, dat ging eigenlijk heel erg goed. Ja. En natuurlijk, een paar keer 3 meter ernaast, een paar keer wel goed. Dat moet er nog inkomen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat op een gegeven moment wel gaat komen. Dat is wel belangrijk, hè? Dat je gewoon durft, zeg maar. Ja, normaal zit het in je hoofd, maar dan is dat heel belangrijk dat het even uit je hoofd is. Ja, en daarom. Die passen blijft geven. Ja, dan word je alleen maar sterker. Ben jij nog niet te oud voor de onder 23? Nee, ik ben net 24. Oh. Mijn lichaam is misschien wel heel. Mijn lichaam is 34. Nee, okay. Nou, laat ik me niet hebben op mijn eigen lichaam. We gaan snel over naar de inswinger van Tijmen Beekhuis. Dat is een vaste column in ons programma en die gaan we zometeen laten zien. Dinsdag 12 december, vooropgesteld. Er was afgelopen midweek weinig transfer of verlengnieuws te melden. Alleen vanuit het groene kamp sijpelden er slechts enkele noemenswaardige berichten door. De linksbenige Freek van Belzen heeft zijn verbintenis verlengd met 2 seizoenen. Aanvaller Willem Bout met 1 seizoen, net als keeperstrainer Martijn Kos. Het meest verrassende nieuws was de verschuiving van bestuurder technische zaken Jan van Twillert. Hij zit in het nieuwe seizoen naast de nieuwe trainer Postuma op de bank als assistenttrainer. Of dit nou een degradatie of juist een promotie voor van Twillert is? Zelf omschreef hij het iets subtieler. Zie het als een halve aftocht. Op deze manier blijf ik toch nog betrokken bij de club. Zaterdag 16 december. Het was het weekend van 2 vlaggen in top en eentje helaas halfstok. Midweeks is erelid van Eemdijk Kees van der Geest overleden, waardoor alle activiteiten op de Vinken on hold werden gezet. Geen enkele wedstrijd van de club vond zaterdag doorgang, dus ook door de streekderby tegen Sparta Nijkerk ging een dikke streep. Die zal ergens in februari of maart 2024 wel worden ingehaald. IJsselmeervogels is alsnog winterkampioen geworden, al zal die titel bij trainer Gert-Jan Karsten niet gelijk het sein zijn om de bloemetjes eens flink buiten te gaan zetten. Vogels won zelf, niet geheel onverwacht, bij nummer laatst Odin met 1-4, terwijl koploper Harkemaasse Boys met 3-2 onderuit ging tegen voetbalvereniging Sint-Bavo. Het is in die eerste helft van de competitie al een paar keer stuivertje wisselen geweest en ik verwacht er in de tweede competitiehelft nog wel een paar.
Mijn voorspelling blijft echter onverlet. IJsselmeerwogel staat eind mei ook bovenaan en keert na 1 jaar derde divisie weer terug in de Bad Nations League. Daar kruist de koploper Spakenburg de degens met nummer 2 de treffers. Bij tijd en wijlen wisten de Groesbekers het niet waar ze het zoeken moesten en mochten ze na afloop de handen dichtknijpen dat er maar 3-0 op het scorebord stond. Absolute uitblinker zaterdag was Koen Westdorp. Zonder de andere spelers tekort te doen was hij het bekende dreh- und angelpunt van de ploeg. Hij strooide met passes, geniale steekballetjes en prachtige lichaamsschijnbewegingen. Zijn spel deed Ede denken dat hij op een willekeurig schoolpleintje stond en dat zijn moeder hem ieder moment kon roepen om thuis te komen omdat het eten op tafel stond. Spakenburg was al 2 weken winterkampioen en het moet heel raar lopen willen zij dit seizoen nog afstand doen van de titelaspiraties. Wie oh wie moet dit Spakenburg gaan stoppen? De Blauwen hebben nu een marge van 8 punten op de eerstvolgende belager, genaamd Quick Boys. Of, zoals vriend Hille Beekhuis zo treffend zei, we hebben inmiddels zo'n straatlengte voorsprong dat iedere club wel een bedreiging kan zijn. Nou, de column van Tijmin, die heeft de nodige stof waarschijnlijk ook weer opgeleverd. Want hij is altijd spitsvondig daarin. Hij heeft het helaas niet over een speler die naar Spakenburg toekomt. En dat is Kilian van Mil. Nou, daar kan jij vast wel meer over zeggen, Ahmed. Die ken ik natuurlijk heel goed. We hebben 2 jaar samen gespeeld bij Katwijk. Ja. Hij heeft de afgelopen half jaar in Denemarken gevoetbald. Ja. Alleen, hij had het daar niet echt naar zijn zin en hij vond het voetbal niet echt... Lange ballen. Hij vond het niet echt passen bij hoe hij wilt voetballen. Dus hij vond het wel welletjes daar en ik spreek hem eigenlijk altijd wel mee, eigenlijk. Dus, Komt het een beetje door jou dat hij naar Spakenburg komt? Nou, hij wou het ook zelf en ik denk dat het TCM ook gewoon heel graag wil hebben. Ja, dat snap dus, ik. Versterking voor de linkerkant? Ik denk versterking voor heel de voorhoede, want hij kan volgens mij overal in de voorhoede spelen. Link, spits zou hij ook wel kunnen. Rechts, maar misschien ook achter de spits op het middenveld. Ja. Dus hij kan op veel posities uit de voeten. Maar ik denk het meest logische is denk ik op de flanken of misschien in de spits. Even dringen. Chris moet veel meer voorhoede spelers natuurlijk opstellen en dan maar gewoon met 3 man achterin. Ja. Kiel komt erbij, dus hij weet wat er nu op dit moment staat. Ja. Wat we hebben bereikt tot nu toe deze eerste competitiehelft. Dus hij moet echt aan de bak, denk ik. Ja. En wij zijn al een half jaar aan de bak aan het gaan. Ja. Dus, Never change your winning team, zeg ik. Niet zozeer zo natuurlijk. Maar ik denk dat als je ziet hoe wij het voorin doen, is het gewoon fantastisch. En op het middenveld natuurlijk ook. Ja. Alleen hij weet dat ook. Hij weet dat hij een versterking is voor ons. Ja. Maar hij moet natuurlijk wel laten, als hij natuurlijk in de basis wil starten, moet hij natuurlijk eerst even laten zien dat hij het beter gaat doen dan ons allemaal natuurlijk. Want hoe je het went of keert, kan misschien mijn maatje wel zijn, maar wij hebben echt wel een paar streepjes voor. Dus ik ben super blij dat hij erbij komt, want als wij een keer achter staan of gelijk staan en ik kijk naar de bank en ik zie hem zitten, dat je weet dat je hem nog hoog in kan brengen. Dan heb ik het over het begin natuurlijk. Ja, dan ben ik wel blij dat er zo iemand met zoveel kwaliteiten erbij komt. Alleen hij moet zeker aan de bak om een plekje te bemachtigen. Maar dat is alleen maar goed voor ons allemaal. Ja. Maar hij weet het zelf ook dat hij echt En dringen was het al. Dringen was het zeker al. Dringen was het natuurlijk voor iedereen eigenlijk. Ja, natuurlijk. Je moet allemaal knokken voor je plek. Maar goed, dat werd dus inherent aan een selectie die zo sterk is en voor het kampioenschap wil gaan. Ja. En dat neem ik aan dat je wel kunt bevestigen, niet? Ja, dit wordt zeker dringen. En tegelijkertijd, als ze ook al speelt, zich er wel in, dan heb je een andere teleurgestelde speler. Dus het moet wel allemaal gemanaged worden. Ja, daarom. Ja. Maar ik denk dat wij echt wel met de jongens die er nu spelen, echt wel volwassen genoeg zijn. En echt wel een spiegeltje voorhouden, ook als ze een keer niet spelen. Dat zit wel goed, denk ik. Ja, Karsten zei in een interview dat het nu langzamerhand groeit tot een team. Ze zouden na de overwinning op Aldin een laag vliegen daar natuurlijk. Een degelijke overwinning met 4-1. Dat het een team was geworden, want ze waren allemaal met de auto gegaan om daarna naar Amsterdam te gaan, om daar te gaan stappen en de kroeg in te gaan. Gezellig. Ja, dat is natuurlijk heel gezellig.
bleven jullie dat bij Spakenburg ook zo? Dat zal natuurlijk inherent zijn aan de successen die jullie hebben? Ja, ik denk dat de resultaten echt wel belangrijk zijn. Alleen een team kan je natuurlijk altijd zijn. Ja. Of je nou slecht speelt of niet, of goed speelt, dat moet eigenlijk niet uitmaken. Ik denk dat je altijd voor elkaar er moet zijn. Maar ja, een uitje is altijd leuk natuurlijk. Ja. En voor en tegenspoed moet, ja, je, precies. Moet je er staan. Ja. Maar het gaat om het team. Ja. Want dat gaat boven alles. Hè. Er is geen individueel belang, maar er is een teambelang. En dat moet er gewoon ingehamerd worden. En, niet waar, Jury? Nou ja, ik denk dat nu dit seizoen heel erg loopt. Ja. Volgens mij zag ik dat Chris iets had gezegd van ja, we gooien er nu zoveel strijd in. Het is gewoon een machine. Ja, het is gewoon een machine. En je kan niet een machine zijn als je geen team bent. Ja. Dus ja, je moet gewoon De olie moet er gewoon soepel erin lopen. Het mag niet. Maar geen koude motor zijn. Nee, zeker. Bij wijze van spreken. Ja. We gaan even snel naar het tribuneblik. Dat is een vast onderdeel waarin we eigenlijk de wedstrijd even bespreken. Dat kunnen we gewoon heel kort doen, want we hebben er al min of meer uitgebreid over gesproken. Maar om even over het tribuneblik te spreken. De tribune, die heb ik nog nooit zo enthousiast gezien. Bij Spakenburg. Want er is alle reden voor. Analyseer de wedstrijd, de jury die je nu hebt gezien. Nee, ik moet zeggen tribuneblik. Ik dacht dat hij naar mij ging. De laatste 10 maanden op tribune. Maar. Ja. Nee, maar over alleen deze wedstrijd? Ja, over de wedstrijd die je nu hebt gezien van de Treffers. Ja, ik moet zeggen, ik vind Treffers altijd echt een hele stugge, goede ploeg. Dus ik had eigenlijk gedacht dat het wat moeilijker ging worden. Maar ik stond daar op een gegeven moment met mijn vrienden stond ik daar. En eigenlijk waren we een beetje verbaasd hoe makkelijk het ging. En dat het gewoon zo goed staat. Het staat gewoon, die organisatie van Spakenburg staat nu zo goed. Ik merk het bijvoorbeeld als wij als wissel spelen op donderdag tegen de basis. Wij komen tot de 16 en dan houdt het eigenlijk gewoon op. Ja. En dat is echt wel jaren anders geweest. Er zijn jaren geweest dat wij als wissels gewoon, dat de wissels zeg maar de basis wel eens echt sloopte in principe. Ja. Ook omdat de basis gewoon wat minder procenten gaf. Ja. Ik denk dat dat inderdaad ook een verandering is. De basis geeft nu ook gewoon op 100% op donderdag. Maar het staat ook gewoon veel beter dan de jaren daarvoor. Want ja, wat ik zeg, we komen tot de 16 misschien. Ja. En daarna is het eigenlijk, ja, gooien we een bal in de 16 en dan wordt hij weer weggekomen. Ja, ja. En elke tweede bal is voor hun. Dus ja, het is moedeloos. Je kunt er moedeloos voor worden als je tegen speelt. Ja. Echt. Wat me opviel in de wedstrijd, om het even, de eerste kwartier werd het hoog druk gezet door de Treffers. Althans, ze probeerden rond de 16 al de ballen af te snoepen. Maar dat werd na een kwartiertje, 20 minuten, trokken ze zich gewoon terug rond het middenveld om jullie op te vangen. Ja, dat is ook iets. Kijk, op donderdag trainen wij dus als de Treffers. Dus wij moesten ook hoog druk zetten. En dan op een gegeven moment ga je natuurlijk de basis gaat een oplossing zoeken. En dat doet Chris. En dan op een gegeven moment laat Chris zien, dit is een optie, dit is een optie. En dat zit er dan zo erg in, dat op een gegeven moment als je dat op zaterdag doet, dan gaat de Treffers ook kijken van shit, wat staan we hier te doen op die 16, ja, want we pakken hem toch niet aan. Nee. Ja, dan kan je hem net zo goed even in gaan zakken. Ja. Maar het lukte jullie wel, hè, Azulti? Ja, ik denk dat wij wel een paar goede momenten hadden, dat, die bal, dat we ze goed onder druk konden zetten. Dat je ze goed onder druk kon zetten. Ja, dat lukte wel. Dat lukte ons aardig. Ja. Alleen soms weet natuurlijk een tegenstander of de trainer natuurlijk, midden in een wedstrijd natuurlijk dat ook op te lossen en even iets anders te gaan doen. Soms is dat moeilijk om daar dan op langere periode in een wedstrijd druk op te krijgen. Maar ik denk dat er wel heel veel goede momenten tussen zaten dat we daar druk op hadden. Al heel in het begin hadden jullie een grote kans van de Lindy. Ja, die stuitte op en die kon hij eigenlijk niet goed op zijn hoofd krijgen. Die had er natuurlijk ingekund, maar goed, ik kwam nu niet goed. Toen kreeg je die kopbal van Assis, hier eerst denk ik dat moment van, kijk die bal die stuitte de heel vervelend op net voor zijn hoofd en dan gaat die bal ook natuurlijk omhoog, kan hem op je kruin en dus gaat hij over, maar dat had me zo de indruk kunnen wezen. Ja, ik misschien verwacht dat Vink hem zou pakken. Ja, want die bal komt op het laatste moment nog. Nou goed, helaas is er een ander moment niet beschikbaar. Die komt, wordt er later tussen gedaan. Die enorme goede corner van, volgens mij was het Green die bal trapte. Koen neemt die corners. Door die kopbal van. Precies. Ja. Nou, wat me opviel is hoe die dus zijn lichaam gebruikt en die speler eigenlijk min of meer aan de kant drukt en die bal dus snoeihard op de lat komt.
En dat hij hem niet inkoopt, dat is jammer. Maar ja, het moment dat hij dus die actie maakt, die vond ik ook eigenlijk fantastisch. Dat vind ik power, wat jullie dus hebben. Ja. Dat je er echt voor durft te gaan. Maar goed, die wedstrijd die verloopt in de eerste helft gewoon met 1-0. Dat doelpunt hebben we net gezien. En dan krijg je 3 kansen. In het begin van de tweede helft. Dat hakje van jou, dat was ook een bijzondere. Ja, die ging er bijna heen eigenlijk. Ja. Maar ja, goed, dus soms moet je een beetje geluk hebben bij zulke momenten. Die bal stuitte er nog en ik moest hem zo nemen. Ik kon niet van der Linden kreeg een grote kans. Ja. Die bal een steken natuurlijk. En dan komt Noordhof, die wordt gewisseld, die wordt ingebracht en die is eruit voor Veenhoven. Die kwam erin voor Veenhoven, ja. Veenhoven was geblesseerd, Lies weer. Zou het dezelfde blessure zijn geweest? Nou, volgens mij... Als de vorige keer? Nou, volgens mij was de vorige keer niet iets met zijn Lies. Maar was het wat anders, maar volgens mij had hij nu een beetje last van zijn Lies. Ja, ik gaf van mij aan dat het zijn Lies betrof. En hij hoopte dan aanstaande dinsdag te kunnen spelen. Ja. En dan heb je de 2-0 van Suleiman. Prachtige aanval. Dat doelpunt kunnen we ook even bekijken, als het goed is. Schitterende paas van Tom Noordhof, die heel goed inviel. Ja, goede goal. Ja, dat is het ook. Je brengt zo iemand in en die maakt in principe gewoon zo'n belangrijke bal bij 2-0. Dan is het eigenlijk gewoon klaar. En die breng je gewoon in, hè? Ja. Nou, en de laatste goal is een penalty van een heel bepalende speler, vind ik, Green. Ja, die actie. Weer in de 16 komt als linksback. Net als Verhagen, die dezelfde kwaliteiten heeft. En dan de prachtige beweging om hem te passeren. En dan wordt hij keurig netjes onderuit geschoffeld. Nou, de scheidsrechter, de Brito Rock. Ik dacht dat hij gestopt was met fluiten. Maar we zitten waarschijnlijk naast. Ik dacht dat hij gestopt was. Hij is Maar misschien ben ik met een andere scheidsrechter in de war geweest. Cairo misschien, denk jij. Ja. Die is gestopt. Dus, die penalty wordt... prima ingeschoten. Ja. En jullie gaan met 3-0. Maar volgens de tribune hadden jullie er wel 6 moeten maken. Mee eens? Ja, zo kun je naar elke wedstrijd altijd kijken. Je mist altijd een paar kansen. Maar ik denk als je echt alle kansen zou maken, tuurlijk. Dan, goed, hun krijgen ook 2 momentjes. Hij is meer volgens die, om daar even op terug te komen, die wint met 4-1. Nou, volgens Kerstin had hij 10 goede kansen gezien. Ja. De 4 ingeschoten, die zat nu op 40%. En die wilde naar een effectiviteit van 50%. Want elke kans, zoals je terecht zegt, die wordt er natuurlijk niet ingeschoten. Die heeft niet voor niks een keeper op doel. Ja, die moet ook kunnen vlammen, hè? Ja. Anders komt hij nooit in beeld als speler van de week. Nee, weet je wat ook knap is? Kijk, Spakenburg speelt natuurlijk onder een hele hoge intensiteit en heel veel momenten in het seizoen geven ze hoge druk. En als je dan kijkt naar de doelsaldo's, dat ze de meeste goals maken, maar ook de minste tegen hebben. Dat is natuurlijk ook heel veel jaren anders geweest, dat we veel te veel goals incasseerden. Bijna gelijk, hè? Ja, en nu hebben we gewoon de minste goals van de afdeling tegen en we maken er het meest. We maken er volgens mij 9 meer dan Quick Boys, 10 meer dan de Treffers en we maken er 15 meer dan Katwijk. Ja, dat zijn natuurlijk bizarre getallen. En als je ook Europees in alle competities kijkt, ik heb toevallig vanmiddag even gekeken. Of je nou in Engeland gaat, hebben Arsenal en Liverpool de minste tegengoals. In Spanje heeft Real Madrid de minste tegengoals. In Italië heeft Inter de minste tegengoals. Ja, kijk, het staat dus ook nog eens goed. Ja. Dus en dat je aanvallend heel veel creëert en eigenlijk elke wedstrijd wil weten scoren, geef je ook gewoon, ook als je zaterdag kijkt, ik heb geen moment het gevoel gehad dat Spakenburg die wedstrijd ging verliezen. Nee. En we hadden het er net even vooraf over. Als je kijkt over een hele wedstrijd, wat je aan kansen weggeeft, tegen de nummer 2. Ja, bijna niet. Ja. Bijna niet, want jij zei een schot. Ja. Misschien die penalty met vlijten, daar kun je over discussiëren. Wordt volgens mij licht aangeraakt, kan die wel of niet geven. Ja. Maar ja, over de hele wedstrijd geef je bijna niks weg. Ja. Dat is heel knap. En wat Jury zegt, dat zij na 20 minuten weer lager gaan staan. Ja, als je er geen druk op krijgt, dan blijf je daar niet staan. Ja. Dus dat is ook een compliment. Nou, er was eigenlijk niemand die het gevoel had dat jullie die wedstrijd gingen verliezen en dat jullie gewoon oppermachtig waren. En wat vond je het beste team tot nu toe? Wat je gezien hebt? Of? Ja, die kun je allebei een antwoord op beste geven. Team. Wat jij nu tegen gespeeld hebt in deze competitie? Qua voetbal. Oh, waar wij tegen gespeeld hebben dit seizoen? Qua voetbal. Ja, nee, ik het niet over een eredivisieclub. Of een, maar gewoon uit de tweede divisie. Wat jullie nu tegen gespeeld hebben. Wat vond je het beste? Nou, ik vond eigenlijk. Ja,
ik vond Travis eigenlijk best wel goed eigenlijk in principe. Wel degelijk, alleen wij speelden gewoon heel goed afgelopen zaterdag. Ja. Dus dan laat ik Travis even voor wat het is. Ik denk dat Quick Boys was wel... Quick Boys vond ik ook wel goed. Ja, die vond ik ook wel tegen ons goed. Ik denk dat hun ook tegen ons echt een beetje boven onszelf uitsteeg. Dat denk ik. Ja. En ik zeg eerlijk, ik vind ACV Assen vind ik echt... Dat vind ik eigenlijk voor ons de beste ploeg tegen wie wij gespeeld hebben. Ja. Misschien waren ze toen echt goed in vorm, maar ik vond ze echt... geweldig. Want in die weken dat wij tegen Assen speelden, hebben ze echt die weken eromheen hele mooie resultaten neergezet. Ja, dat klopt. Gaat nu even iets minder, maar het komt ook omdat een bepalende speler bij hun ook op dit moment niet speelt, die Quispel. Ja. Chris zei ook van sommige wedstrijden, dat is een wedstrijd dat hij zei van daar hebben we misschien iets te veel gehad. Precies. Ja. Je hebt ook een wedstrijd dat je soms iets te weinig hebt gehad, daar heb je misschien iets te veel, zei hij. Ik vond wel dat wij in die wedstrijd, heel veel zien de samenvatting alleen, maar wij hebben echt wel een paar kansen gehad die wij echt hadden moeten maken, gewoon die wedstrijd. Dus eigenlijk, het was geen cadeautje vond ik die wedstrijd eigenlijk, maar... Het wedstrijdverloop, dat je misschien dat het 2-2 zou kunnen worden, had kunnen gebeuren. Aan het einde van de wedstrijd was dat. Ja, dat was ook tegen ADO 20. ADO 20 ook, precies. We hadden gewoon 3-0 moeten maken. Ja, jij, volgens mij. Mukhtar had 3-0 moeten maken. Mukhtar had 3-0 moeten maken. 1 tegen 1 op de keeper. Dan is het gewoon helemaal klaar natuurlijk. En je baseert de 3 op een tegel. Ja. Maar ja, goed, in principe... Dat was anders dan scoren. Ja. We komen dan op 1-2 terug natuurlijk. Dan kan het nog 2-2 worden. Ja. Ja, dan geef je een wedstrijd gewoon uit handen. En dat had ook niet gehoeven, zeg maar. Laatste vraag voor jou, Ahmed. Hoe volg je IJsselmeer volgens nog? We volgen het. Je hoeft het niet. Ik denk als je bij Spakenburg speelt, hoef je het niet eens meer te volgen. Want iedereen informeert je voordat je iets mag vragen of kan vragen. Hoor je al van ze hebben verloren of gewonnen. Maar ik volg het zelf ook. Ik ken André en nog een paar mensen ook daar nog bij de club. Dus je volgt het gewoon. En het is jammer dat ze in de derde divisie spelen. Ik hoop voor ze dat ze er... Dan kun je volgend jaar... Ja, dan kunnen we tegen ze spelen volgend jaar. Dat vind ik wel leuk, zulke dingen, weet je. De grap gaat al dat het jammer is, want jullie gaan gewoon naar de eerste divisie. Dus ben je weer niet de derby. Nee, dat zelf geen smaak, maar dat denk ik niet gebeuren. Nee, sowieso niet, maar... het is natuurlijk een hele grote club en... Tijmen zegt ook in de inswinger dat hij... Op basis van de resultaten en dat ze op koers liggen, dat IJsselmeer Vols gewoon kampioen wordt. Ja. Ook omdat ze waarschijnlijk gewoon de langste adem hebben met het spelersmateriaal wat ze hebben. Maar ik denk ook, met alle respect, dat de derde divisie op dit moment ook niet heel erg sterk is. Nee. Als IJsselmeer Vols zijn, als je dat vergelijkt met al die andere clubs die er nu lopen. Ja. Kijk, Harkma is in principe gewoon is een grote club, maar als je vergelijkt met IJsselmeer Vols is het... Geen hele grote club. Nee. Dus IJsselmeer Vols staat daar. Qua club staan zij in de derde divisie. Heel erg mooi. Ja, ze zijn ook wel wisselvallig, vind ik hoor. Want de laatste, als je soms ziet tegen wie ze punten laten liggen, dan denk je zelf, hoe kan dat nou eigenlijk? Ja, weet je, en, 7 keer al, hè? Van de 7. Ja, heel veel punten. Dat vind ik wel veel hoor. Ja, dus ik denk niet dat ze zomaar. Kijk, als ze echt na competitie moeten gaan spelen, dan ben ik bang dat ze het absoluut niet gaan redden. Ja. Okay. Dat hebben we vorig jaar gezien, dan is die druk gewoon veel te hoog. Ik denk dat ze het dan niet gaan redden. Er komt wel een hele goede verdediger bij. Ja, maar het gaat vanaf de winterstop, zeg je toch? De winterstop. Ja, goed, weet je, ik denk dat ze gewoon kampioen moeten worden. Dan kunnen ze gelijk door na competitie is gewoon verschrikkelijk om dat te moeten spelen. Nou, wat mij mag het. En dan hebben we volgend jaar weer gewoon een echte derby en geen mini-derby. Ja. Met alle respect voor ons Eemdijk, dat afgelopen week helaas niet kon spelen. Maar we hebben, Rob zei het al, of Juri zei het al, heel tevreden is natuurlijk over de prestatie van deze kleine satellietclub. Laten we het zo even noemen, maar die ook opgaat in de euforie van het gebeuren in Spakenburg. Dikkie komt eraan, werd er gezegd. En dat klopt ook, ze komen eraan. We gaan daarom heel snel over naar het volgende onderdeel. En dat is het onderdeel moment van de week. VVJ Spakenburg wint winterkampioen, allebei. En ik denk dat we het daarbij moeten laten. Want er waren geen andere momenten meer ingevoerd. Koen Westdorp werd niet genoemd, hij werd alleen als speler van de week genoemd. Maar het moment van de week is denk ik overduidelijk dat IJsselmeer Vols en Spakenburg allebei
voor wat het inhoudt, winterkampioen zijn. Dan gaan we snel over naar Speler van de Week. In Speler van de Week zijn twee spelers naar boven gekomen. En dat is in de eerste plaats op twee. Die ken ik niet. Wacht even. Oh ja, sorry. Ja, dat is Koen. Dat is Koen Westdorp. Ik zie ze foto heel anders dan dat ik hem normaal gesproken zie. 49%. Nou, dat is een behoorlijk aantal. Maar die andere is toch Jesse Schuurman? En die andere, die is Jesse Schuurman. En die had er 51. 53 stemmen meer. 23 stemmen meer dan Koen Westdorp. Vorige week zat er 5 stemmen tussen. Tussen jou en de junior van de Velde. Toen viel je ook net naast de prijzen. Helaas, maar speler van de week is geworden Jesse Schuurman. En er is een... Gefeliciteerd, Jesse. Dan heeft hij een aardige pop moeten spelen, denk ik. Moet hem even omdraaien. Juist. En de waardebon die is voor Mats Mans 99. Ik weet niet wie het is, maar... Mats Mans 99. Die zal het vast wel weten wie het is. Deze wordt bezorgd of kun je ophalen op het bekende adres Energieweg 14, eerste etage F. Verstaat verder ook straks onder beeld. Nog even snel naar de voorbereiding van morgen. Wat is jouw verwachting? Jury. Ik denk dat we het ze heel moeilijk gaan maken, dat denk ik wel. Ja. Dat het gewoon een kolkende wedstrijd wordt, net als tegen Katwijk vorig jaar. En dan denk mooie ik, sfeer hoor. Ja. Ja, dat wordt gewoon een hele mooie wedstrijd, wordt dat. Denk ik echt. Ja. Ahmed? Ik ga mee met wat Jury zegt. Ja. We gaan het ze gewoon zo moeilijk mogelijk maken. Ja. En we zien het wel mooi. Je hebt altijd kansen. Tuurlijk heb je altijd kansen. Ja. En jullie hebben een fantastische voorroeding. En in middenveld achterhoede. Zeker niet onderschatten. Nou, maar gewoon qua scorend vermogen natuurlijk. Als je kijkt naar het verloop van jullie doelpunten. Nou, dan heeft Verhagen, Green, Koolswerkman, Massies. Op het middenveld lopen ze er allemaal. Sam van Huffel. Sam van Huffel heeft doelpunten. Jullie hebben zoveel scorend vermogen. Zelfs van achter en uit. Ja. Dat ze hopelijk, mag ik de wens uitspreken, niet weten wat ze zoeken moeten. Net als tegen de treffers. Maar goed, onderschatten zullen jullie ze zeker niet doen. En jullie kunnen vrij spelen. Ja. En dat is heel belangrijk, of niet? Zeker. Vrij spelen. Ik ga lekker kijken. Wij hebben winterstop. Dus ik zit lekker samen met mijn pa op de zittribune. Dus ik heb zin in een mooi bekerpotje. Ja. Lekker man. Ja. Nou, ik hoop hem ook te zien. Maar ik hoop dat ik het dan onder de tribune vandaan zie. Want ik ben toevallig wedstrijdcoördinator. Dus ik kan jullie aanmoedigen van dichtbij. Dan mag nog even het schot voor open doel. Je mag een gele, een rode kaart uitdelen of een publiekswissel. Aan een speler, het bestuur, vrijwilligers, aan een politicus, noem maar op. Rob. Ik geef een publiekswissel aan 4 personen. Dat is Mario Hartog, Ruben Hartog, Michiel Beukers en Rut Koelewijn. Ja. Zij hebben als 4 initiatiefnemers alle blauwe eerste elftal spelers uitgenodigd uit het verleden, Blue Legends. En ik vind dat een geweldig initiatief en dat doe ik waarschijnlijk nog heel veel mensen tekort die eraan meegeholpen hebben om die dag zo mooi in elkaar te zetten. Maar ik denk dat het vanaf deze plek wel terecht is om in ieder geval deze 4 mensen plus iedereen die geholpen heeft een publiekswissel te geven. Ja. Noem ze nog even, 1 keer. Mario Hartog, Ruben Hartog, Rut Koelewijn en Michiel Beukers. Ja. Zeker een publiekswissel waard, want het was een prachtig evenement. Jury. Ik ook een publiekswissel ook voor 2 personen in principe. Ja, wat meer eigenlijk, maar 2 personen specifiek. Eentje is voor mijn maatje Hero natuurlijk, ook bij de club gekomen van 100 wedstrijden. En ik vond het best indrukwekkend dat spannend ook wat hij kreeg. En dat andere presentje wat hij kreeg van volgens mij Mark Veldhuizen. En natuurlijk, ik zie hem een beetje als... Nee. Ja, die kreeg hij ook van, maar ik bedoel... Van de avond zijn. Maar dat spandoek, dat is, vind ik best indrukwekkend dat ze dat maken voor zo'n eigen jongen. Ja. Ik vind het heel erg mooi. En dan zie je eigenlijk dat die club leeft. Dus eigenlijk wil ik publiekswissel geven aan die 2 gasten. Ja.
En de gasten onder... Hij stond er ergens hier in het de programma opzet opgeschreven. Ja, ik zag hem staan. Ja, ik denk, ja, werd ook bijna vergeten. Ik ben heel blij dat hij genoemd werd. Top Jury. Ja. Ja, heel goed. Moet ik daar zitten? Ja, je mag, de volgende keer mag je hier zitten. Wat ook belangrijk was, was de aanzet, de voorassist op het doelpunt. Want hij veroverde de bal en de bal ging toen naar Tom Noordhoff. En Tom Noordhoff die gaf de assist op Sulijm. Ja. Ja. Dus hij speelde ook nog een hele goede. Ja, maar hij speelt in principe al heel goed. Hij speelde heel goed, vooral op het middenveld, hè? Ja, op centrum ook. Ja, dus, centrum. Doet het gewoon al een week. Hij doet het hartstikke goed. Ja. Mag ik het afsluiten met jou? Ja, voor mij publiekswissel. Ja, nou dan sluiten we het daar helemaal mee af. Ja, voor mijn moeder, omdat ze mijn moeder is. Ja, nou, dat mag. Voor de moeder van Ahmed, een publiekswissel, dat jij er mag zijn en dat je hier te gast mag zijn. Ik wil... Graag gedaan. Agi, nooit je wel genoemd, Ahmed El Azouti, Juri Koolewijn, Robin van Diermi, heel hartelijk bedankt voor jullie aanwezigheid hier, voor jullie inbreng. Ik wens met name jullie met z'n tweeën heel veel succes morgen dinsdagavond in de beker tegen Excelsior Rotterdam. Rob, jij heel veel succes als trainer van Hoevelaken. En hopen dat je promoveert naar de tweede klasse. Tweede klasse. Zou mooi zijn. Nou, hartelijk bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Nou, u merkt het wel, het was met name een Spakenburgs buurpraatje, zoals het ook wel eens genoemd wordt. Nou, dat was bij hoge uitzondering een keer. Wij gaan er een paar weken met winterstop. En we wensen jullie allemaal hele goede, gezegende kerstdagen. Een gelukkig nieuwjaar. En hopelijk tot volgend jaar. Dat ik zou zeggen, tot nu dus wel.